بابا بابا عنده سبك سلاك هيجوم فوق الخبي بيجوم هذي عدو بالقلب نيجوم. Ik ben Jesse Ramouni, ik ben in Haarlem geboren, ik ben 27 jaar en mijn hobby is paardrijden. Goodbye summer, I hate to see you go. I wasn't ready for autumn wind to blow. So lonely. Goedemorgen. Er zijn eigenlijk weinig Marokkanen die aan dressuursport doen. Of überhaupt aan paardensport. In Marokko is het meer een elitesport. Dus het wordt daar eigenlijk meer door de rijkeren gedaan. Mijn sportcarrière is begonnen met hobbyrijden. Met een ponnetje in de bossen scheuren. Daarvanuit vond ik het heel leuk om dressuur uit te proberen. Dus ik deed het al in het parken, op het strand. Probeerde dingen na te apen die ik op televisie of op wedstrijden zag. Daarna ben ik begonnen met een draver om te scholen tot een dressuurpaard. Ja, ik kwam niet uit een hele rijke familie, dus ik moest gewoon echt kijken naar andermans lessen. En dan zelf uitproberen hoe ik bepaalde dingen ook voor elkaar zo kon krijgen. Wat jij doet is dit. In de islam is het eigenlijk een hele heilige sport. Onze profeet die heeft ons in de Koran, zeg maar, in zijn preken gevraagd om je zoon te leren paardrijden en te zwemmen. Ja, is netjes. Vandaar dat Marokkanen er eigenlijk heel trots op zijn als ik zeg dat ik kan paardrijden, dat ik paardrij. Heb je een les? Ik ben op mijn 15e en 16e ben ik begonnen bij Edward Gal. Meervoudig Nederlands kampioen en wereldkampioen in de dressuursport. Daarnaast heb ik ook nog dagelijks begeleiding van Tommy Visser. Die heeft mij een hele hoop kansen gegund en gegeven om betere paarden te kunnen rijden en ook uit te kunnen brengen op wedstrijd. Niks meer doen. Die kans kreeg ik Only Society op mijn pad. Daar ben ik mee vanuit de basissport naar de nationale sport geklommen. En uiteindelijk Grand Prix mee geworden. Ik vind hem Fast and the Furious. Het is een beetje een action film, hè. Zou het zo zijn met die paardensport? De afgelopen paar jaar train ik bij Ankie van Grunsven. Drievoudig Olympisch kampioen, wereldbeker, alles gewonnen eigenlijk wat er te winnen valt. En al bijna 20 jaar aan de top. Niet meer achterhand. Sprong maken. Keurig. Ronder iets, laat hem niet opdrukken. Ik wil hem niet bovenin. Op het moment train ik mijn paarden even niet in Nederland. Mijn paarden die zijn vanochtend aangekomen in Oekraïne. Ik heb vorige week internationale wedstrijd gehad met mijn twee Grand Prix paarden. 3-sterrenwedstrijd gereden. Daarvan reizen ze door naar Oekraïne, naar Kiev. En daar rijd ik aankomende week de wereldbekerwedstrijden en kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen. Okido. Oké, laat ik wat alles dan lachen. Ja, dat ben jij. Dat is goed, man. Heb je helemaal niks meer, hè? Nee, dankjewel. Maar goed dat ik nog thuis ben met zo'n druk leven. Want dat maakt het wel echt makkelijk. Nou, ze hebben alles gewassen en klaargelegd in de koffer voor me. Want ik moet morgenochtend vroeg vliegen naar Oekraïne. Doordat ik als enigste Marokkaan over de hele wereld Grand Prix ben gaan rijden, ben ik in aanraking gekomen met het Koningshuis van Marokko. Die waren eigenlijk zo trots erop dat er een Marokkaanse rijder was die Grand Prix reed. Zodoende hebben ze voor mij november 2011 Floresco NRW aangeschaft. En dat was het succesvolle paard, Olympiadepaard van Patrick Kittel voor Zweden. Daar probeer ik me nu mee te kwalificeren voor Olympische Spelen in 2012 in Londen. Hier rijd ik een paar paarden.
van een, ja, ook een goede klant van mij, train haar paarden bij, aangezien zij zelf op de universiteit zit. Doordat de deadline 1 maart sluit voor de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen, had ik eigenlijk maar een hele korte periode om aan elkaar te wennen en ook al meteen op wedstrijd te gaan. Ik ben in december daarom ook al meteen internationaal gestart. Het was redelijk, was niet echt voldoende om me te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ik heb me daarna enorm gefocust op mijn trainingen met Floresco. Gelukkig gaat dat nu veel beter. Ik ben vorige week gestart in Polen en het heeft geresulteerd in een derde plaats in een heel sterk deelnemersveld in de Grand Prix Special. Dat ik een startplek op de Olympische Spelen in Londen haal, dat is helemaal afhankelijk van aankomende week mijn wereldbekerwedstrijd in Oekraïne. Als ik daar een goede score kan scoren van rond de 66%, krijg ik daar 4 wedstrijden. Als ik dat nog 3 keer haal, ben ik eigenlijk gekwalificeerd voor Marokko uit te komen op de Olympische Spelen. Die kans zit erin, want ik had afgelopen weekend in Polen, in Wrocław, had ik 68%. Dus het talent is er, het moet alleen even allemaal op het juiste moment gebeuren. Ik hoop dat ik over 5 jaar kan zeggen dat ik de Olympische Spelen in Londen heb gereden en dat ik me heb gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat ik nog veel meer internationale successen mag hebben en dat ik mijn werk nog steeds met zoveel passie doe als dat ik dat nu eigenlijk doe. Want nu geniet ik er nog steeds heel veel van, elke dag.